Een goede fond is en blijft natuurlijk de basis voor een lekkere saus. En dat ga ik vandaag bewijzen met mijn recept voor een champignonroomsaus. Goed idee dus voor bij je volgende stuk friet. Ik start met grote Parijse champignons. Even afborstelen. We gaan al starten met die champignons kort en krachtig aan te bakken in een klontje boter. Dat zijn pas champignons, hè? Hier. Kijk. Ondertussen snij ik ook een aantal shallotten en look fijn. Voilà, kijk. Die aangebakken champignons die mogen even in een diep bord. En dan in diezelfde pan shallot en look ook even aanfruiten, moeten we dan zeggen. Hè. Die shallot en die look die zijn aangefruit. De meeste mensen die zouden nu gaan blussen met een bouillon. Maar nog beter is een fond natuurlijk. Waarom een fond? Uiteindelijk is dat een bouillon die sterk ingekookt is, sterk gereduceerd en dus veel meer smaak in zich heeft. Kijk, voilà. Ik laat dat nu nog een klein beetje inkoken en dan gaan we dat afwerken en indikken met room. Op het allerlaatst nog die gebakken champignons erbovenop. En ook die jus van die champignons natuurlijk, want dat is super lekker. Klein draaikje zwarte peper en dat is klaar. Dus zo zie je maar, een goede fond is een goede basis voor je saus. Maar niet alleen voor je sausen, maar ook voor je stoofpotjes natuurlijk. Smakelijk, hè?